In het schijnbaar perfecte plaatje van de verhulsjes valt niet te ontkennen dat er onderlinge strijd en competitie heerst. Terwijl de gezelligheid en liefde tussen de familieleden op het scherm spatten, onthult Elle in een interview met Libelle een andere kant van het verhaal. Marie streeft altijd naar perfectie, ze wil de beste, de sterkste en de snelste zijn. Haar tomeloze fanatisme komt vooral naar voren tijdens sportwedstrijden en spelletjes, waarbij ik vaak geen schijn van kans maak, onthult Elle. Hoewel het gezin elkaar nu alles lijkt te gunnen, was dit niet altijd het geval. In hun jongere jaren vochten Victor en Marie constant over allerlei zaken. Van de strijd om de voorste zitplaats in de auto tot de keuze van het televisieprogramma, geen onderwerp was veilig. Pas toen beide siblings het ouderlijk huis verlieten, kwam er een ommekeer. Marie deelt: nu zijn we de beste vrienden.